Als je een boekenwinkel binnenkomt, is er vaak een strikte scheiding tussen verzonnen en waar gebeurde verhalen. Oftewel, je hebt kasten met fictie en je hebt kasten met non-fictie. En dat klinkt heel logisch, want een fantasieverhaal met draken en andere magische wezens is heel onrealistisch en dus duidelijk fictie. Terwijl een informatief boek over het netwerk van schimmels die boven en in de grond leven vooral feiten bevat en dus non-fictie is. Maar binnen de literatuur en dus ook binnen de jeugdliteratuur is dat onderscheid niet altijd zo zwart-wit. In het handboek van Kern kun je dan ook de constatering lezen dat fictie een beetje non-fictie is. En dat omgekeerd non-fictie ook een beetje fictie bevat. Ze kunnen niet zonder elkaar. Daarom kun je beter van een spectrum spreken van boeken die meer of minder fictief zijn. Autobiografische boeken bevatten verhalen waarin de schrijver over zijn of haar eigen leven schrijft. De meest bijzondere vorm is het dagboek. Wellicht heb je zelf ook een dagboek of heb je deze ooit gehad. En als je nu de bladzijden in je dagboek terugleest, dan merk je dat je natuurlijk niet alles hebt kunnen opschrijven. Je schreef misschien op hoe je je voelde, over je hoogte- en dieptepunten, over liefdes en ruzies. Maar het is onmogelijk om in een dagboek de volledige werkelijkheid te beschrijven. Een van de bekendste dagboeken die mensen over de hele wereld kennen, komt uit Nederland. Het gaat om het dagboek van Anne Frank, waarin Anne over haar leven in het achterhuis schrijft, waar ze met twee gezinnen ondergedoken zat. Een bijzonder dagboek is Persepolis, omdat het een dagboek in stripvorm betreft. Het verhaal is indrukwekkend, want schrijver Marianne Satrapi laat zien hoe ze opgroeide in Iran, het land dat ze na de revolutie in 1979 noodgedwongen moest ontvluchten. Veel luchtiger is het dagboek van een puber van Raoul de Jong, over hoe de schrijver in de brugklas van de middelbare school verandert in een echte puber. Of lees het dagboek van een halve indiaan van Sherman Alexie, waarin de schrijver opgroeit in een Amerikaans reservaat tussen de indianen en naar een witte school gaat waar hij de enige hedendaagse en dus halve indiaan is. Een stapje verder richting fictie is een roman die in de ik-vorm is geschreven waarin iemand zijn ervaringen beschrijft. Lees bijvoorbeeld Confettiregen van Splinter Chabot, waarbij hoofdpersoon Wobi ontdekt dat hij homo is en ondanks dat hij in een warme, veilige omgeving opgroeit, je laat voelen hoe lastig het kan zijn om jezelf te accepteren. Kinderjaren van Jonah Obersky is een oorlogsverhaal door de ogen van een kind dat zijn kinderjaren in kampen en verschrikkelijke omstandigheden moet doorbrengen. En in Soldaat van Oranje vertelt Erik Hazelhoff Roelfsema over hoe hij in 1941 naar Engeland gaat om van daaruit het Nederlandse leger te helpen met speciale militaire acties. Dit verhaal is inmiddels een klassieker dat ook bekend is geworden door de verfilming en de succesvolle musical die ervan is gemaakt. Maar niet iedereen met een bijzonder levensverhaal is in staat om zijn of haar ervaringen in een mooi boek om te zetten. Gelukkig zijn er soms schrijvers die dit voor hen doen. In Wael beschrijft Suzanne Jansen hoe de 19-jarige Syriër Wael het ene moment nog student is aan een universiteit in de Syrische stad Homs en het andere moment moet vluchten en zo uiteindelijk in Nederland terechtkomt. Wilma Geldof gebruikt het levensverhaal van Freddy Overstegen in Het meisje met de vlechtjes, over een 15-jarig meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar zus voor een verzetsgroep ging werken. Ik geef je ook nog de tip om een kijkje te nemen bij de Slash-serie, waarin diverse schrijvers bijzondere levensverhalen hebben opgeschreven. Voor jou 10 anderen gaat bijvoorbeeld over een meisje dat door haar moeder in een tehuis wordt achtergelaten. Miss Dakloos gaat over een meisje dat thuis wordt mishandeld en uiteindelijk wegloopt. Een meisje van Mars gaat over een jongen die zich al jong een meisje voelt en graag vrouw wil worden. Als je een officiële mail moet sturen, doe je dat in een zakelijke en formele schrijftaal. Een mailtje aan je mentor of aan je werkgever bestaat bijvoorbeeld uit een aanhef, grammaticaal correcte zinnen, leestekens en nette woorden. Deze schrijftaal wijkt af van spreektaal. Als je met je vrienden klets of berichtjes uitwisselt, is er niemand die zich druk maakt over de grammatica, over leestekens of over woorden die misschien wat minder netjes zijn. Een roman bestaat in principe uit schrijftaal, maar een schrijver kan wel gebruik maken van spreektaal als hij personages aan het woord laat. Een jongen van 15 spreekt nu eenmaal anders dan een oma van 90. Zo kun je straattaal ontdekken in Toen ik de sterkste was van Jason Reynolds, waarin Ali, Noodles en Needles opgroeien in een arme buurt in New York met veel criminaliteit en drugs. Straattaal vind je ook in Iedereen krijgt klappen van Khalid Boudou. De 17-jarige Taha is een talentvolle bokser en hij probeert los te komen van de sociale en financiële problemen uit zijn omgeving. Snitch van Margie Woodrow staat vol met taal van pubermeiden. In deze jeugdthriller wordt Roos gepest door haar nieuwe klasgenoot Fenna. Roos' vriendin Quinty laat haar daarbij als een baksteen vallen. Het leven van Roos verandert vervolgens langzaam in een nachtmerrie. We zijn inmiddels aangekomen aan de andere kant
van het spectrum, bij de pure fictie. Ik begon deze video al met een voorbeeld van fantasy, waarin werelden worden beschreven waarin de meest bijzondere dingen gebeuren die sterk afwijken van de realiteit. Als je van dit soort boeken houdt, is er enorm veel te ontdekken. In het oefenboek van Kern kun je bijvoorbeeld een fragment lezen uit Het Laatste Rijk van Brandon Sanderson, een van de populairste fantasy schrijvers van dit moment. Dit boek is het begin van een imposante trilogie over een wereld waarin een volk al 1000 jaar wordt onderdrukt. De twee hoofdpersonen, een ontsnapte gevangene en een jonge vrouw, gaan de strijd aan met de heersende macht. Een van de meest recente fantasy hits, mede dankzij TikTok, is Fourth Wing in steen gebrand van Rebecca Jarros, waarin Violette de levensgevaarlijke opleiding tot drakenrijder moet zien te overleven. Je moet bij dit boek overigens niet vies zijn van wat spicy fragmenten. Een persoonlijke favoriet is Zeiss van Neil Shusterman, ook het begin van een trilogie, waarin de twee jonge hoofdpersonen Citra en Rowan worden opgeleid tot Zeiss, een nobel ambt waarbij zij moeten bepalen welke mensen er zullen sterven. Maar hoe bepaal je wie er dood moet en hoe voorkom je misbruik? En tot slot Deadline van Rachel Ward, waarin Yem de bijzondere gave heeft dat ze van iedereen de sterfdatum kan zien. Als ze op een dag wordt omgeven met mensen die allemaal dezelfde sterfdatum hebben, realiseert ze zich dat er iets gruwelijks staat te gebeuren. In deze video zijn we van heel realistisch en waar gebeurt naar fantasierijk en compleet verzonnen gegaan. En daartussen zit natuurlijk heel veel variatie die niet in deze video paste. Het mooie is trouwens dat je helemaal geen voorkeur hoeft te hebben, want al deze boeken bieden bijzondere en indrukwekkende verhalen.